Hoe werkt geothermie? Vanaf de oppervlakte van de aarde stijgt de temperatuur per kilometer diepte met ongeveer 30 graden Celsius. Dus hoe dieper de aarde in, hoe warmer het wordt. Dat komt doordat in het binnenste van de aarde natuurlijke processen hitte produceren. Die hitte verwarmt de ondergrond. En die warmte die uit de ondergrond komt, die kun je gebruiken. Dat noem je geothermie. Geothermie wordt ook wel aardwarmtewinning genoemd. Er zijn verschillende soorten geothermie afhankelijk van diepte. 500 tot 1000 meter diep noem je ondiepe geothermie. 1000 tot 4000 meter diep is diepe geothermie. En meer dan 4000 meter diep is ultradiepe geothermie. Om warmte uit de grond te winnen wordt een doublet gebouwd. Een doublet bestaat uit minimaal twee putten, een injectie- en een productieput. Diepe geothermie is de meest voorkomende vorm van aardwarmtewinning in Nederland. Hierbij gaan beide putten 2 tot 4 kilometer de grond in waar ze eindigen in één en dezelfde geschikte aardlaag. Een geschikte aardlaag is doorlatend en daar kan dus water goed doorheen stromen. De temperatuur van het water op deze diepte is ongeveer 70 tot 100 graden Celsius. Bij de productieput wordt dit water omhoog gepompt. Naast het warme water komt er ook een kleine hoeveelheid gas mee omhoog. Dit gas wordt uit het water gefilterd, wordt verwerkt en kan als extra energievoorziening dienen. Via een warmtewisselaar geeft het warme water zijn warmte af aan een ander watersysteem. Het afgekoelde water wordt dan via de injectieput terug de grond ingepompt. De afstand tussen de productie en de injectieput in de ondergrond is ongeveer 2 kilometer, zodat het koude water het warme water niet snel afkoelt. Uit de ondergrond wordt alleen warmte gewonnen en niet het water. Door het water terug te injecteren blijft de druk in de ondergrond vrijwel hetzelfde. Hierdoor is de kans op trillingen minimaal. Een aardwarmtedoublet kan zeker 30 jaar warmte leveren. Daarna kan de put worden opgeruimd of er wordt gewacht tot het water in de ondergrond weer opgewarmd is.